Ik heb al een paar keer die intro gedaan, maar natuurlijk is nergens voor nodig. Want die ding is toch niet live? Ja, even een share screentje erin. Dat is toch wel weer mooi. Het kan steeds gekker, maar daardoor worden die dingen ook steeds duidelijker. Zijn we. Hey, dit is zo mooi. Hier was ik nog met Chris aan het chatten. Ja, hoe hij tegen mij praatte, dat hij natuurlijk het een beetje meespeelde. Dacht ik met hoe hij hem hier aan het beantwoorden was. Aan het meespelen was. Maar hierna had ik hem wel iets toegestuurd. Nu moet hij toch antwoorden. Van tegenhouden en in de afloop. Oh, ik kan natuurlijk best mijn geluid hier even uitdoen. Op 7 weken aan blokkade al voor mijn gevoel de haan moeten loslaten. Dit is niet meer belangrijk. Het gaat ook om de boodschap. Dat is zo te gek, joh. Want het bereik blijft hetzelfde, omdat de waarheid overeind blijft staan. En wij, jij en ik, met andere mensen denk ik wel, die een rol spelen in het hele proces van het wakening. Het is toch veel mooier en leuker en cooler om te, aan bij te dragen deze manier dan wat je ooit als individu, als internetbekendheid of zo had willen voortbrengen, weet je. Het feit dat wij onderdeel zijn van zo'n groter en hoger plan is gewoon iets om trots op te zijn. Ik heb echt alleen maar willen resoneren met mensen. De mensen zoals Chris en zo. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat vanavond met Angelo Meijers. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen behoefte meer om een podium zoals te doen. In de vorm van een interviewachtige setting of zo. Het was natuurlijk altijd al een open gesprek. Nou, meer hoef ik natuurlijk niet te geven. Want dat komt wel wanneer het mij uitkomt en wanneer de energie me daartoe leidt. Maar nu is het natuurlijk wel mooi hoe hij weer met de filmpje komt. Toch weer zijn spirituele dingen of zo, maar hij gaat echt zo van links naar rechts. Dat na een tijdje de mensen ook duizelig moeten worden. En, ik weet niet wie naar deze aflevering heb geluisterd. Daar praat je ook over, dat channelen, dat is echt gevaarlijk. Maar ik vond vooral, dit vond ik een mooi stukje van hem. Als iemand intelligent is... Dan kan die op twee manieren dus intelligent zijn, wat ook te linken is aan de aflevering hartbrein. Je kan intelligent via je brein, via je hoofd zijn, maar je kan ook een emotionele intelligentie bevatten. En dat is waar die mensen dan niet van op de hoogte zijn, vooral in de spirituele wereld. Want als jij een hele hoge intelligentie in je hoofd bevat, hoef jij niet een groot empathisch vermogen te hebben. Dat is iets wat ik me de lerares van mijn zoontje een paar dagen geleden probeerde uit te leggen. Maar ze begreep er niet veel van. Ik had gehoopt dat ze iets meer open stond voor dit soort dingen, want ze had paars haar. Lijkt een beetje op die Matrix-makers. Die zijn nu travestiet geworden. Niks mis mee. Ze zijn volwassen, oké. Okay. Dan moet je zelf weten wat je doet. Dus ik dacht, hé, ze lijkt op die Matrix maken. Ik dacht, die staat wel open voor dingen. Nee hoor, dat alternatief gedoe, dat is alleen boven op haar hoofd. Goed, daar begreep ze niks van. Maar dat is wel dus heel belangrijk. Voordat mensen ook, oordelen hebben. Wij hebben ook alleen maar IQ-test, zeg maar. Allemaal brein gericht. Maar er is geen test voor een kind bijvoorbeeld die zijn empathisch vermogen test. In Japan hoorde ik dat er lessen worden gegeven. Empathielessen. Hoe ontwikkel je empathie bij kinderen? Het zou super zijn als wij dat hier ook deden. Dus dat wil ik spirituele mensen even vertellen. Van, het is niet zo als iemand intelligenter is, dat diegene ook een goed wezen en persoon is in zijn, in zijn goddelijk vermogen, als het ware. Sommigen hebben het helemaal niet. Dan praat je over robots die in de politiek zitten en voor D66 aan de top daar staan. Oké.
Ik denk dat we 30 afleveringen hebben gehad. Ik heb bewust niks over de good guys verteld dan. Tussen aanhalingstekens. Want ja, wie zijn de good guys? Hoe weet je dat je met de juiste, welwillende, buitenaardse wezens te maken hebt? Zonder dat je, zeg maar... hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Dat voel je dus zelf aan. Op het moment dat... dat zou zo moeten gaan. Ik heb ze nooit ontmoet. Maar ik heb deze informatie van Martijn gekregen. Op het moment dat jij ze ontmoet... dan gebeurt er iets binnen in jouzelf. Ik heb al eerder verteld dat we hier zijn ingelogd... met codes die verstopt zitten in ons lichaam... en die codes gaan aan. Het zou goed kunnen zijn dat bij die contact... die codes worden geactiveerd. En wat doen die? Die zorgen er ook onder andere voor dat je herinneringen aangaat. En als jij met jouw kosmische familie, jouw echte oorspronkelijke familie, contact maakt, dan zal jij ze ook gaan herkennen. Dus dan is er niemand van buitenaf die daar invloed op heeft. Dat gaat van binnenuit, die herkenning. En Martijn zei ook een keer, stel je voor dat je je eigen zoon 500 jaar niet hebt gezien. Je ziet hem na 500 jaar. Wat voor gevoel komt er dan in je op? Ja, dat en dan 100.000 maal sterker. Dus dat is het grote verschil. En vooral ook, kijk vooral eens van, stel je voor dat die Project Bluebeam komt. En waarschijnlijk wordt het geen Project Bluebeam, want het is veel te bekend. Maar wel iets in die trant. Stel je voor dat machthebbers of de rassen zich ineens wel laten zien, dan moet je gewoon heel alert zijn om te kijken wat de boodschap is en waar jij als mens staat. Is het weer een piramidaal structuur? Dat het leven wel beter wordt en gerund wordt door kunstmatige intelligentie en dat alles prachtig lijkt, maar dat jij geen invloed hebt op die kunstmatige intelligentie. Want wie bestuurt die kunstmatige intelligentie? Wie is de baas daarover? Daar wordt nooit over gepraat. Daarom vind ik Zeitgeist documentaire niet, was ik niet zo'n grote fan van. Want zij zagen de oplossing zeg maar in de techniek. Maar ze vertellen niet daarbij wie die techniek bestuurt en in hoeverre mensen inbreng daarin hebben. Eigen inbreng. Onafhankelijke eigen inbreng en eigen ideeën. Oké? Wat er gebeurt bij het contact, en ik hoop echt dat we dit gaan meemaken in ons leven, is ook dat onze intelligentievermogen ook omhoog zal gaan. Dus laten we zeggen, als die van 5 naar 7% gaat, is het al heel wat. Maar de grote vraag is, wat doen we dan? Wat is de bedoeling na die ontmoeting? Daar wordt ook dus eigenlijk nooit over gepraat. Dan kreeg je dat weer, 99%. Iedereen heeft het over ascenderen naar 5e dimensie. Ik heb al eerder gezegd, ik geloof daar niet in, want we zitten al in de 5e dimensie. Volgens mij, toen wij die aanval kregen van die Anunnaki, waren we al 5-dimensionaal. Wij zitten er nu op dit moment in, maar door het feit dat die andere 3 dimensies gefilterd zijn, ik zeg het even globaal, andere 2 dimensies zitten we in een 3-dimensionaal... Driedimensionale wereld, dat is onze driedimensionale waarnemingsvermogen. Dat is wat we kunnen zien. Waar zit hem het verschil in? Al die leer, New Age, spiritualiteit is aan het wachten tot we ascenderen naar die level. 4e, 5e dimensie. De aarde, laat de aarde zitten. De aarde is toch al naar de kloten. Ze zoeken het maar uit daar. Wij hebben onze lessen geleerd. Wij gaan naar 4e of 5e dimensie. En dat is precies hetgene wat niet gaat gebeuren. En wat ook niet logisch is. In deze versie zijn wij hier om de aarde juist te herstellen. Want je gaat toch niet uit een wereld waarvan je houdt, zo'n mooie wereld en alles ook, weet je wel. En je hebt de mogelijkheid om hieruit te ontsnappen. Dan
is het als een wezen met een opdracht, om het zomaar te zeggen, is het ook wel heel laf om hieruit te ontsnappen. Daar heb ik laatst over nagedacht. Misschien zijn we juist ervoor om dit te gaan herstellen. Dus wat er eigenlijk aan de hand is, is als volgt. Voordat je geïncarneerd bent. Ik praat nu even. Voor iedereen is het anders. Want we hebben al eerder over gehad. Je hebt ook mensen die gewoon door de Anunnaki hier neer zijn gezet. Dat zijn gewoon robotmensen. Die zijn gewoon gemaakt om zeg maar op te staan, werken en dood te gaan. Klaar. Dat is hun visie. Ze willen daar ook niet uit. Zij hebben ook nog een keuze. Zij kunnen ook contact maken met het oorspronkelijke veld. Alleen, ze zijn zodanig geprogrammeerd, de meeste van hun. Die vinden het best. Die denken er ook niet over na. Is er leven na de dood? Nee, ze hebben geen referentiepunt. Oké? Okay? Deel, het zit sowieso complex in elkaar. Er zitten hier ook mensen die eigenlijk van een misschien een andere matrix komen. Of een andere buitenaardse planeet. Want de aarde is oorspronkelijk ook een soort van vakantieplaneet geweest. Omdat hier zoveel diversiteit is, dat sommige wezens gewoon wilden meemaken hoe het is op aarde te zijn. Ze zijn weg van karmisch model, niks contracten, niks. Gewoon zelfs de manier van inloggen, incarneren, is heel anders dan bij gewone mensen. Die komen hier, gaan dood en komen terug in de... Ja, dit is echt een hele goede aflevering van hem. Ik vind het... Het is geen nieuwe informatie, ja. Hij brengt het goed en ja, misschien moest hij eerst al het andere doen, zodat mensen dingen zouden begrijpen. En dan hoop ik dat hij real is met dit. En dus echt ziet dat podium, en zeker Chris, dat dat echt zo fake is. Dat dat echt niet hij praatte hier eerder over hoe gevaarlijk dat channel is en... Dit is echt een hele goede aflevering. Je zou hem eigenlijk gewoon helemaal moeten kijken. Maar als je hem hebt gezien, dan moet je daarna moet je echt dit moet je echt deze doku die moet je echt gaan lezen. Want dit is gewoon waar die over praat. En die Martijn die opnoemt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen video's van hem gekeken. En als hij eerder bij hem is geweest, ja, dan was er een onderwerp. Dat ik ook zoiets had van, ik weet het wel. Soms is informatie, ik weet het wel. Soms is informatie, ik weet het. Ja, lekker om te horen. Ja. Had ik dus elke keer niet bij hem, deze keer wel. Maar als je dit gaat lezen, zoals hij zegt... We gaan naar een 5D, we komen er eerder vandaan. We komen er ook vandaan. Dan hebben ze inderdaad helemaal teruggezet. En we hangen... Ja, de 12, die 7 chakras met die 5 tools. Die 5 tools die zijn gewoon jarenlang van ons afgenomen. Waren er misschien een paar mensen die wel hun zesde zintuig al... door die 7 chakras konden gebruiken, maar nu de 5 tools vrij zijn, de 12 chakras zeg maar, kunnen mensen echt het licht in hun laten groeien. En dat het op in een dag zal gaan, een jaar, of dat daar weer mensen, dat daar weer generaties overheen gaan. Ik denk dat het er sneller kan gaan. Dat we echt als je die kennis hebt van de 12D, dingen ook gaat snappen. Dat er niet alleen een paar mensen zometeen dit gaan hebben, maar dat iedereen gewoon... Alleen er zijn echt een heleboel slechte mensen. Er lopen echt een heleboel robots, zoals Dutch Matrix dat noemt. Ja, er zit echt een heleboel vals licht ertussen. Zoals je al zegt, de channelen, dat kan je echt niet vertrouwen. Gewoon de dingen die ik geleerd heb. En, dingen wat van andere mensen die out of body traveling en dat soort dingen doen. Ja, het is maar wat je echt wil vinden. Als je maar door de poppenkast heen kan kijken. Want iedereen die kan
80% waarheid te spreken en dan moet je die 20% maar net zien. Sommige mensen maken het heel makkelijk, dus ja, er zit zoveel fake omheen dat het heel lastig is om een ding aan mensen duidelijk te maken. Ik heb hier al een video over gemaakt, de ham, hoe ik het zie. En dan tussen haakjes deze titel erachter, de coronavirus pandemic, deeper roots in human negative alien history, the carriers, network en consciousness reversal. Want dat is het echt, ze proberen ons terug te draaien en terug te houden. Die storm waar we nu doorheen gaan, dat 4D, is net als een droom. Je kan een mooie droom hebben of je kan in de nachtmerrie hangen. Dat is gewoon waar ons bewustzijn nu heen en weer schommelt. En door ons in lage emoties te houden, zitten we in de nachtmerrie, zeg maar. En hoe meer we dat gaan tot ons nemen met onze zintuigen, in ons onderbewustzijn, gaan we het uiteindelijk creëren met ons bewustzijn. Dus je moet gewoon echt bewust zijn van je bewustzijn. En de programma's moet je gewoon kunnen herkennen. En niet in die gekkigheid trappen van mensen. Ineens kunnen ze channelen, maar ineens zijn ze... Er zijn overal acteurs. In één keer spirituele ontwakening. In één keer channelen. En weer terug tussen de acteurs. Chatten met Barry, leuk doen met Marco. Gewoon weer bij Alke in de stream reageren in de chat. Kijk mijn video's, alles sluit aan. Het is echt, ik ben aan het manifesteren. Maar mensen snappen dingen niet. Dus dat ik het nog niet helemaal begrijp. Want anders had ik dit natuurlijk wel allemaal anders gedaan. Maar mensen gaan dingen snappen. Toch komen er steeds weer mensen die me een chatbericht moeten sturen of e-mail. En of dat nou negatief is of positief is. Uiteindelijk rolt er iets. Iemand die positief is, die heeft er iets aan. Iemand die negatief doet. Ja, dan zal het later wel komen en anders hoort diegene echt gewoon erbij. Maar echt de essentie, terug naar de 12 DNA-string. Gewoon weten dat de Fouch, waar de Duitse Matrix dan ook over praat, de negatieve, die lage energieën van je. Juist de emoties die je naar buiten gooit, die moeten juist alleen maar goed zijn. Mensen wakker brengen tot besef. Of je moet het voelen omhoog brengen, of je moet het denken omhoog brengen, of je moet het zintuig omhoog brengen. Het is een wiel, dan groeit de rest vanzelf mee. Maar dit speelt al jaren, het logo, met de slang om de dingen en het symbool zogenaamd van de medica en de medici. Dat is natuurlijk gewoon allemaal bedrog. Mensen nemen een heleboel symbolen en mantra's op zich. Nou, dat zie je precies met christenliedjes ook. Nou, probeer dan de bobbeling te doen. Vind een nummer. Haalt de teksten weg. Zet zijn eigen tekst, zet die erin. En daardoor zitten er vet veel. Ja, struikelt het verse, laat ik het zo noemen. Struikelt, zit hier veel over woorden. Zitten er woorden in die er niet in hoeven. Maar gewoon een adempauze kunnen. Is het allemaal zo makkelijk. Maar de refreintjes, gaat nergens om. En dat zijn die mantra's die mensen tot zich nemen. Dus echt, ja, dat is bijna, ik zou bijna echt kunnen zeggen, is gewoon een duiveltje. Ja, als je dit gelezen hebt, dan heb je zoveel kennis tot je genomen. Als je dan echt gaat verdiepen in de 12 chakras. Dat pak ik ook wel even erbij. Ja, het is al 4 uur, maar ik kwam ik had goed geslapen, maar wel. Ik ging er ook echt pas laat in, dus ik kwam er ook pas laat uit. Ja, dit is echt gewoon de beste, dit is echt gewoon de beste site voor mij, Divine Magazine. Ja, het is oud, en ja, inderdaad, niet een beveiligde site, dus je moet maar even checken of je dat wel wil. Maar de 12 chakra, en het was een hele mooie site, maar hij was eerder ook beveiligd, maar ik denk dat het verlopen is. En daarom is het in tekst, dus je moet even naar beneden toe scrollen.
Ja, dan kom je uiteindelijk kom je er ook bij de 12 chakras. Ja, dan kom je hier al en dan leggen ze in het kort leggen ze uit wat het is. Ja, je kan er ook op drukken. Komt er weer een hele lap met tekst. Ja, dan scroll je naar beneden toe. Nou, je begint er dan. Wees gewoon even over de derde en de vijfde dimensies. Ja, niet de expansion. Dat is toch die groei naar de vijfde dimensie. Wat ik de Dutch meter, ik heb gelijk. Hè. We gaan. We zijn veel verder geweest, maar de vijfde dimensie is ook meer het bewustzijn waar we heen gaan. Met het vijfde, in dat bewustzijn kan je in de twaalfde dimensies uiteindelijk terechtkomen. Of als je in de 12 chakras bent, dan ga je gewoon de 13e, de 14e en de 15e. Zodra je daar doorheen prikt, dan ga je gewoon zien wat de zon echt is. Dan ga je zien wat de maan echt is. Dan ben je niet aan het waarnemen met je zintuigen vanaf de derde dimensie meer. Maar die kan je gewoon naar boven. Ja, mensen die in de lage chakras zijn, in de lage frequenties, heel langzaam vibreren, die waarnemen ook de dingen niet. En dan kan je heel slim zijn en alles weten. Maar dit is echt met je hart en de vijfde dimensie, dat is echt... Ja, dat is echt de liefde en de mededogen. En ook daar zit dualiteit in. Ook daar zit detachment in. Dus je moet je gewoon overal mee kunnen bemoeien. Voor mij, mensen die echt met 5D bezig waren en zich niet bemoeid hebben richting mij en ook geholpen hebben richting mij, zijn daarmee gewoon sowieso dat ze niet spiritueel zijn, niet echt met God. Toch wel de donkere wassen aan gedaald zijn. Als je elke keer alleen maar positief en blij wil zijn en nergens mee wil bemoeien, dan ben je niet met je schaduwkanten bezig, je shadow work. Dus daarmee vielen mensen voor mij al gewoon door de mand en dingen niet eerlijk kunnen zijn en dingen uitleggen. Maar als je dan je echt verdiept hebt in de chakras, gewoon gaat zien dat die punten, daar waar ze aangeven, dat release, daar zit je energie opgeslagen. Als je daarna de Katara-files gaat lezen, dan ga je voorbij de 12 chakras inval kunnen komen en dan ga je echt naar die 15 dimensies. Dit is lastig getypt, dan ga je dit willen vertalen, dan alle verborgen T's, een L is een T, en of het zijn geen zinnen, maar allemaal aparte woorden, dus dit is gewoon niet te vertalen. Dit is dan niet door Google of een translator ofzo, dus dit zou dan echt per woord, per zin vertaald moeten worden. Ik ken op zich wel Engels, maar mijn Engels is niet zo goed. En zeker niet met moeilijke woorden die hier al tussen staan. Maar hier moet je gewoon eens een keer doorheen bladeren. En dan ga je vanzelf interessante dingen tegenkomen. En dan wil je die stukjes, die wil je ook gaan lezen. Op zich dalen. Laat die langzaam, maar ja, als je gewoon aan het bezig bent, dan is hij wel klaar wanneer je bij de volgende pagina bent. Hier heb ik ook wel eens een keer een video over gemaakt. Dit zegt gewoon, als je met deze 12 niet bezig kan zijn, hier niet bent, dan ben je er gewoon niet. En die engage, detachment. Nou, dat is dus.
Ja, kan je ook gewoon echt bij de 11e chakra, de startchakra, kan je die plaatsen. De informatie die hier al verder over in de Katara-file staan, die ga je ook gewoon vinden. Informatie bij je 11e chakra. Nou, als je dat leest, dan snap je ook gewoon waarom ik af en toe ook gewoon met bliksem en storm bezig ben. En het even goed ken zonder dat ik boos moet worden. Ja, als er wel bij mensen iets met hun emoties gebeurt, wanneer ze naar mij kijken, luisteren, dan zou je het echt moeten afvragen waarom, wat die emotie is. Dan zou ik echt naar je gevoel gaan luisteren. Want dan schreeuwt er waarschijnlijk gewoon je ziel, die schreeuwt tegen je. En die emoties, die zou je dan misschien bij jezelf moeten houden. Of voor de spiegel aan jezelf moeten geven. Want ik kan er niks aan doen dat je het valse licht aan het volgen bent. Of dat je erbij hoort. Dan is het je karma die vanzelf al komt wanneer je spelletjes met me speelt. Die informatie, dat zijn gewoon... Zoals ik al eerder zei, het is gewoon een wiel. Je informatie voor je kennis. Je zintuigen een boost geven en je gevoelens. Die drie, dat is echt gewoon een wiel. Ja. Met de 12 chakras. Met de Katara files. En met dit dan. De coronapandemic, worden dingen gewoon uitgelegd. Het is echt gewoon in de matrix hangen, dat die 666, dat is echt een duivelse iets. Hè. Ja, echt goeie, deze moet je eerst gewoon kijken, dan... Weet ik veel, dan kan je vanaf een bepaald verhaal erin ofzo. Ja, of je kan gewoon, of je hebt het niet nodig en je gaat gewoon naar dit. Kijk, dit is mooi, hier ben ik gewoon, ik heb deze video heet ook 5D, is heel lastig. Hier is Christel aan het voorlezen. Dan kijk wel ondertussen de kop op het, of kijk hoe ze erbij zit en erbij kijkt. De gezicht wat ze uitstraalt, zei hier Chris, deze is voor jou. Zijn we uitgekozen om in beeld te brengen. Hij leest hem ook echt voor. En niet jullie kijken naar controle op precision. Dat weet hij ook een draai te geven. Maar ondertussen moet voor mensen dingen nou toch echt wel. Ja. Gewoon de schaapjes die er achteraan lopen. Van, en er nu ook gewoon weer zijn, hè? Het is echt. Zodra mensen gaan zien hoe groot het is, hoeveel mensen hierbij horen, hoe weinig echte mensen er zijn. En vanzelf wel gaan weten dat alles. Niet alleen de maskers wat. Dit slechte wat ik aanwijs, hè? Ook gewoon, ja, zoals je het hoort, ik weet ook niet wat ik moet verwachten. Hier is Chris. Ik heb deze video gemaakt omdat ik die kennis heb. Zometeen gaat hij gapen en dan moet hij weg. Is dat hier dan? Veel mensen snapten misschien deze video niet, maar dit is gewoon één aflevering. Daarna de aflevering van Angelo erachter. Laat ik vanaf de eerste aflevering zien dat Christel het nog zegt van wow, we gaan wel echt alleen nog maar 5D, alleen nog maar dit, alleen nog maar dat. En, ja, we gaan vandaag wel echt alleen nog maar 5D praten.
Ja, zolang Chris Schapies achter zich aan heeft. En de mensen het maar blijven volgen, omdat ze het niet zien, niet willen zien of erbij horen. Ja, dan... het wordt zo makkelijk gemaakt allemaal. Maar na een tijdje heb ik wel te horen dat de mensen hier al, die gaan er gewoon niet groeien in het bewustzijn. Die ontkringen. Kijk, hier zie je al een beetje hoe die zich gedragen, want het is echt... Het is net alsof Sandra en ik, terwijl we met de offline stream of StreamYard, alsof we afgeluisterd worden. Snap je, dan denken mensen, ja, bla bla bla. Maar het is echt... want op de dingen die ik praat met Sandra, dingen die ik zeg... Uiteindelijk typ ik ook naar Chris toe van, gooi jullie zelf toch weg, man. Dit is echt belachelijk. Zogenaamd leest hij het niet, maar iedereen weet hoe je de chats kan lezen, toch? Zonder dat degene die de chat stuurt weet dat je het gelezen hebt, of kan zien. Zonder dat de vinkjes aangaan, laat ik het zo zeggen. De chat van Facebook. Maar hij wordt heel erg gaperig. ja, dit was echt zo, dit was echt gewoon, hier doe ik mij kapot mee gelachen met Sandra ook. Denk hier al, echt een gaap in beeld. Nou, dat het echt, iedereen kan hem zien dat er gegaapt wordt. Echt heel erg overdreven, heel erg toneel spelen, heel erg, ik ben aan het gapen, ik ben moe. Kijk, hier is wel mooi, dit ging dan nou vooraf. Hij zit met zijn handen, zit hier. Dat is toch wel wanneer je met je bewustzijn denkt, wat de fuck doe ik hier? Deze mensen zijn echt niet 5D, dit is echt alleen maar het ego, vel. Gasten gooiden ze net nog de zin erin, ook Tweede Wereldoorlog, dit, dat. Hey, ik ben er echt helemaal klaar mee. Hup, en daarna begint ze gapen en is hij weg. Ik weet niet of dat dan was zodat ik het weer een beetje kon geloven of zo. Maar het wordt allemaal zo makkelijk gemaakt, omdat ze gewoon, ze verwijderen. Sommige mensen hebben dan wel de dingen verwijderd. Ja, andere mensen die hebben de dingen weer niet verwijderd. En dan kun je gewoon alles terugvinden. Dat het echt gewoon, het is echt gewoon een poppenkast. Ik zal op Facebook staan er 6, maar uiteindelijk kwamen er nog een paar bij. Uiteindelijk is het zo makkelijk, maar is het ook net alsof het de bedoeling is dat ik dit al...